Hallo kidoki allemaal, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb super veel zin in deze video. Ik heb namelijk een shoplog van Duitsland voor je. Ik ben met mijn moeder de 31ste in Duitsland geweest. Het is gewoon belachelijk trouwens dat ik nog steeds als ik de trap op en af loop dat ik dan moet hijgen. Dat is echt door de corona gekomen. Maar goed, ik was gebleven bij dat ik op de 31ste mijn moeder in Duitsland ben geweest. En het was eigenlijk heel erg kloten. Sorry voor het woord. Want in Duitsland is dus alles om 3 uur dicht op oudejaarsavond. Dat kennen wij helemaal niet. Bij ons is alles gewoon tot 6 uur open. Weet je, vaak sluiten supermarkten sowieso tot 8 uur dan open. Maar de meeste winkels sluiten gewoon om 5 uur of zo. Wij kennen niet dat alles om 2 uur dicht is. Hadden we ook helemaal geen rekening mee gehouden. Maar goed, voor die tijd hebben we nog wel een en ander kunnen kopen natuurlijk. En ook lekker kunnen neuzen daar in die winkels. Ik heb ook een shoptrip van de supermarkt opgenomen. Die komt binnenkort online. Ik weet even niet zo goed wanneer. Maar ja, nou goed, we gaan het zien. Ik heb bij de DM geshopt. Ik heb bij de Duitse Action geshopt. En ik heb bij de Duitse supermarkt geshopt. Ik zal even beginnen met de DM. En mocht je niet zo van lifestyle dingen houden, dan kun je gewoon na de DM de video skippen. Hoewel in de supermarkt ook beauty dingetjes bij zitten. Ik zou zeggen, laten we gewoon gaan beginnen. Ik vind het zo leuk, hè, dit soort video's maken, opnemen en kijken we, hè, en jullie laten zien. Vind ik zo leuk. En die video's worden ook goed bekeken trouwens. We gaan even beginnen met de DM met de beauty spulletjes specifiek. Ik kon dit palet niet laten liggen. Mijn grootste make-up tik, dat ik echt alles van nieuwe make-up moet hebben, die is wel een beetje voorbij. Komt ook omdat je situatie verandert, weet je. Je woont zelf in een huis, je moet je rekeningen betalen. Dus je hebt ook gewoon niet meer het geld om dat te doen. Maar dit palet kon ik niet laten liggen. Oh, ik kan hem ook zo openen. Dit is zo freaking stunning. Ik ga even dat papier, dat cellofaan eraf halen, hoor. Dan zie je het beter. En natuurlijk haal ik meteen even mijn nagel of mijn vinger er doorheen. Waardoor ik meteen die oogschaduwkleur mol. Maar goed, dat terzijde. Ik denk niet dat dit een palet is wat je op zichzelf kan gebruiken. Het kan wel. Er is een look mee. Er zijn looks mee te maken. Maar het is niet dat ik het zie en meteen denk, wauw, die look ga ik ermee maken. Maar ik vind vooral de individuele kleuren heel erg mooi. En ook best wel uniek. Deze koraalkleur vind ik heel bijzonder. Daar heb ik een mooie trui bij. Deze kleur vind ik heel bijzonder. Dit groen vind ik bijzonder. Ik vind eigenlijk alles bijzonder. Weet je, het zijn voor mij best wel unieke kleuren. Dat ik denk van, dit heb ik ook nog niet in mijn stash. Dus vandaar dat ik deze gekocht heb. Ik zet alle prijzen trouwens even onderin. Maar deze was 15 euro geloof ik. Ja, 15,95. Ik kocht 2 vitamine C serums. Ik kan als ik, ook al heb ik 100 op voorraad, als ik naar Duitsland ga, kan ik deze niet laten liggen. Want ik ben als ze dood dat ze eruit gaan. Dat ik de Balea wisselt heel erg van hun producten, hun assortiment. En voor je het weet is het eruit en dat wil ik niet. Tenzij ik nog 100.000 voorraad heb. Maar het mag er gewoon niet uit. Weet je, het is zo'n goed masker. Echt, zit bomvol vitamine C, zit veel hyaluronzuur in, vitamine E. Het is echt een fantastisch masker. Als je me volgt, weet je dat ik hier helemaal fan van ben. Heeft ook in de favorieten van 2020 gezeten. Is alweer een jaar geleden. Maar goed, iedere keer dat ik naar Duitsland ga, moet ik ze meenemen. Nog meer Balea producten. Een handschoenmasker met urea. Ik heb de laatste tijd best weer droge handen. Ook vooral rond mijn nagelriem. En ik smeer mijn eigen ongans. Zo Brabant zijn mijn eigen. Ik smeer mezelf het ongans. Even in het netjes Nederlands. En ik had zoiets van, nou, we gaan dit eens proberen. Het is niet dat het niet oplosbaar is. Dat het probleem zou ook hebben. Maar ik ben niet zo'n heel trouwe smeerder. Ik zeg wel, ik smeer mezelf het ongans. Maar dan weer dagen wel. En dan vergeet ik het weer een dag of twee of zo. En dan zet het geen zoden aan de dijk. Maar ik hoop dat dit gewoon lekker zacht is voor mijn handjes. Lekker een beetje mijn handjes voedt en verzorgt. En daar ben ik heel blij mee. Ik vond hem trouwens niet goedkoop, want het was 3 euro. Voor een product wat je 1 keer gebruikt. Maar goed, dat is mijn eigen keuze geweest. Dan, ik kom om in de serums. Ik heb er veel te veel. Maar toch kon ik het niet nalaten deze te kopen. Zo slecht. Niacinamide AHA peeling. Ik ben helemaal fan van niacinamide. Als je me volgt, weet je dat ik dat echt een top ingrediënt vind. Maar dan ook echt een top ingrediënt. Helemaal blij mee met dat ingrediënt. En ik had zoiets van, ik wil deze gewoon proberen. Ik had het niet nodig, het was niet nuttig, maar ik wilde het gewoon proberen. Even kijken, want het tweede ingrediënt is al niacinamide. Ik heb wel meer serums waar het tweede ingrediënt niacinamide is. Dus daarvoor had ik het in theorie niet hoeven doen. Glycolzuur is het vierde ingrediënt. Mandelic acid, dat is ook een
een exfoliërend zuur. Dat is het vijfde ingrediënt. Het zevende ingrediënt is aloe vera. Er zit allantoïne in. Er zit hyaluronzuur, maar dat staat bijna onderaan. Dus dat is niet voldoende om effectief te zijn. Er zitten zoveel goede ingrediënten in. Ik had zoiets van, en ook hoog op de ingrediëntenlijst, ik had zoiets van inpakken meenemen. Wel netjes voor betaald, toch? Overigens. Dan heb ik nog wat haardingetjes. Dit is niet al te veel, hoor. Ik heb twee van die Perfect Mousse haarverfjes. Dit is ongeveer een beetje wat ik nu heb. Dit is zonder ammoniak. En dat vond ik wel belangrijk, want ik heb het idee dat dat echt wel funest is voor mijn haar. Ik heb sowieso vrij gevoelig haar, kun je dat zo zeggen. Haar wat snel afbreekt en snel droog is en zo. En het is een permanente kleur. En ik heb een beetje mahonie-achtige kleur. Maar ik ken mezelf, als ik dit in mijn haren heb, dan ben ik dat ineens zat. En dan wil ik het. Nou ben ik weer in de periode dat ik gewoon het liefst zo normaal bruin mogelijk haar wil hebben. Ook zo'n soort kleur gebruik, terwijl er nog wel een gloed doorheen zit, toch? En dan kan ik dus deze, wanneer ik daar weer zin in heb, kan ik deze gebruiken wanneer ik dit weer beu ben. Ik heb daar bij de Action ook een haarverfje gekocht. Ik kocht een shampoo en een conditioner van Husk. Ik ben helemaal fan van het merk Husk. Als je me volgt, weet je dat. Nou ja, ik heb eigenlijk pas één keer flessen opgemaakt, de keratine variant. En dan was ik zo tevreden over dat ik zoiets had van, nou, ik wil dat gewoon nog een keer hebben. Want ik vind het zo topspul. En hier zitten ook supergoede ingrediënten in. Kokosnootolie staat vrij bovenaan. Vitamine E staat vrij bovenaan. Even kijken, keratine, shea butter, olijfolie. Dus er zitten ook weer wederom allerlei goede voedende ingrediënten in voor mijn haar. En dit is een Color Safe formula. We hopen maar dat het werkt. Dan hebben we nog iets wat een beetje beauty gerelateerd is. Ik heb altijd van Tetacept huid-haar-nagel tabletjes die ik ook iedere dag heel trouw slik. En ik had zoiets van, hier zitten eigenlijk qua ingrediënten meer in dan in de huid-haar-nagel tabletten variant, zeg maar. Dus ik had zoiets van, nou, we gaan deze eens proberen. Het staat haarkracht, maar ja, het zou gek zijn als dezelfde ingrediënten die dan in die haarhuid-nageltabletten zitten niet werkt voor je nagels als die er dezelfde ingrediënten in zitten, maar dan meer. Dus ik had zoiets van, nou, we nemen die eens mee. En er zit ook goed wat zink in en dat vind ik fijn, want zink werkt echt wetenschappelijk bewezen tegen een verkoudheid. Als ik al een beetje keelpijn ga krijgen zo, pak ik 6 tabletten zink, 6 tabletten vitamine C en dan gedurende de dag nog eens een keer een vitamine C of een zinkje. Dan heb ik de volgende dag bijna nergens last meer van. Het is wetenschappelijk bewezen dat het werkt. Je moet het wel gaan gebruiken op het moment dat je de eerste klachten krijgt. Als je eenmaal in die fase bent, dan ben je eigenlijk te laat. Maar het werkt zo goed. Maar goed, dat heeft niks hiermee te maken. Maar deze die ga ik dus gebruiken in plaats van die andere. Nog 3 huishouddingetjes van de DM. Ik kocht ontkalker voor mijn waterkoker. Ik had eerst van Kruidvat zo'n flesje met ontkalker. En dat liet ik dan gewoon zo een uurtje staan of zo. En dan spoelde ik het om. Maar dit is volgens mij net zo goed. Ik weet het niet. We gaan het proberen. Denkmiet is het eigen merk, het huishoud eigen merk van de DM. En we gaan het gewoon eens proberen. Dan Der General Sensitive Aloe Vera. Deze had ik. Dit is een allesreiniger trouwens. En die was op. En ik wilde graag een nieuwe hebben. En deze vond ik lekker ruiken. Dus ik heb die nog een keer gekocht. Vaatwastabletjes. Ik heb een vaatwasser. Helemaal blij mee. Dat is echt het laatste apparaat waar ooit de deur uit gaat. Als er nou een overvaller binnenkomt en die zegt, ik neem of je tv of je vaatwasser mee, zeg ik, neem de tv maar mee. Ja, echt, serieus, letterlijk. Die vaatwasser gaat nooit meer de deur uit. Hier staat die trouwens onder de magnetron. Hier zo. Ja, dat is de magnetron, dat is de vaatwasser. Nooit meer gaat dat ding de deur uit. En ik heb er vaatwastabletten voor gekocht. Dan de Action, de Acetion, heb ik wel eens gehoord dat mensen daar zeggen. Die is natuurlijk open in Duitsland en in Nederland niet. Dus ik heb daar eventjes een en ander gekocht wat ik nodig had. Ik kocht als eerste een joggingbroek. Ik weet niet wat ik met mijn joggingbroeken doe. Die zijn altijd kwijt of in de was. En dan moet ik zeggen, ik draag eigenlijk op vrije dagen altijd een joggingbroek. Eigenlijk altijd. Tenzij ik de deur uit ga, dan doe ik even een spijkerbroek aan. Of er komen mensen, dan doe ik een spijkerbroek aan. Maar de dagen dat ik thuis ben, draag ik altijd een joggingbroek. Ik heb er nou ook één aan.
Misschien Angry Birds sokken, zie je dat? Misschien heb jij nou een heel mooi beeld van ik in een keurige trui en een net jasje. Maar daaronder zit gewoon een joggingbroek. Laat mij je meteen even uit die droom helpen dat ik geen joggingbroeken draag. En ik vind het heerlijk, weet je, that's who I am. Ik ga niet zo de deur uit. Als ik zo de deur uit ga, want dit is zeg maar een langer jurkje. Ik ga daar naar mijn ouders gaan we eten. Dan trek ik een legging aan en laarzen. Ik bedoel, het is niet dat ik dat... Maar eigenlijk in mijn vrije tijd, als ik thuis ben, altijd een joggingbroek. En die kon ik best nog wel eentje gebruiken. En waarschijnlijk vind ik onder in de wasmand nog een shitload aan joggingbroeken. Maar goed, daar heb ik nu niks aan. Wat ik ook heel graag wilde hebben, waar ik op zoek naar was, waren thermoshirten. Voor adults, ja, uiteindelijk uiteraard voor volwassenen. Want die kwam ik tekort. Ik heb wel van, ja, gewoon die t-shirt dus er zeg maar onder. Maar ik merk dat dat onder een trui in een hartje winter gewoon te koud is. Dus die heb ik één in het zwart gekocht. Een elletje vind ik wel fijn, is dat groter. En een emmetje. En deze heb ik even opengemaakt om even wilde voelen. En ik hoop dat dat me gewoon wat meer warm houdt. Want ik merk vaak dat dit soort jasjes in de winter gewoon eigenlijk gewoon te koud zijn. Dat het niet genoeg verwarmt. Ik kocht er nog een haarverfje bij, want het was spotgoedkoop. Het was van Sios en er zit olie in. Eigenlijk had ik het niet nodig, stiekem. Dat is achteraf. En dit is een wat lichter kleurtje. En dat is eigenlijk misschien wel mooi voor als we weer een keer richting voorjaar gaan of zo. Dat ik toch even net... Kijk, ik hoop dat mijn pakt op mijn haar. Ik weet niet of er een... Ja, het zal vast wel iets doen in ieder geval. Dat het, want mijn haar is vrij donker op het moment. Maar dat het toch wel pakt. En dan kocht ik als laatste iets wat ik niet nodig had, maar wat zo ontzettend lekker is. Dit zijn van die sigaartjes, golden rolls, met salted caramel. Oh, dat klinkt toch als heaven in een potje. Dat is toch heerlijk. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dat is heerlijk. En die zet ik lekker op tafel, doe ik in zo'n wekpotje, zeg maar. Dat ziet er ook nog leuk uit ook, toch? Ik ben zo trots op mezelf. Ik heb alle spullen die ik bij de Action en bij de DM heb gekocht, gewoon meteen tussen deze video door even opgeruimd. Hoezee. Weet je, ik vind opruimen heel moeilijk en ik krijg er ook hulp voor. En dit was een van de dingen, meteen even opruimen. Nou, dit is meteen opruimen in het kwadraat. Als je het meteen nadat je het besproken hebt in de video opruimt. Ik ben trots op mezelf. Mag ook wel een keer. De supermarkt. Had ik alles nodig? Nee. Helemaal niet. Maar ik vond het gewoon leuk om het lekker te proberen. En dat is vooral de reden van ik wil het proberen. We hebben het niet in Nederland vaak dan. Dus ik had zoiets van, nou, we gaan los. Nou, los is ook helemaal niet helemaal waar. Maar goed, we beginnen even hiermee. Ik kocht twee van deze pakjes. Apfel... Poeferkoeken. En deze heb ik al een keer eerder gehad van Dr. Oetker. Oetker, net hoe je het wil. En die verkopen niet in Nederland en het is zo lekker. Je moet hier alleen melk bij doen. En dan kun je het of in van die kleine dingetjes doen. Of hè, zo'n poffertjespan. Of gewoon als pannenkoek. En dat heb ik dus een paar keer gedaan. Want ik heb ze al eerder gehad als ontbijt. En dit is zo ontzettend lekker. En ook gewoon makkelijk te maken. Weet je, het zal vast wel in calorieën aantikken. Laten we eerlijk zijn. Dat denk ik heus wel. Maar goed, het is toch gewoon heel erg lekker. Ik kocht van deze mousse om Noga mousse te maken. Noga smaak. Volgens mij moet je hier ook alleen chocola, wou ik zeggen, melk aan toevoegen. Ja, met 250 gram melk bereid. En bijzonder luftig en locker. Geen idee wat locker is. Het klinkt als een kluisje, maar dat bedoelen ze niet, denk ik. 4 personen en melk toevoegen. Nou, dit leek me gewoon leuk om een keer te maken. Dan heb je ook voor een aantal dagen gewoon een toetje. Dan kocht ik 2 van deze pakjes curryworstkruiden. En dit, geloof het of niet, is zo lekker door gewoon... Je kan het natuurlijk bij curryworst of bij braadworst doen. Maar wat ik het vooral lekker door wil vinden is gewoon groente, kip en rijst. En dan dit als ja, bij de groente en de kip, zou ik maar zeggen. Of gehakt. En dat is natuurlijk niet goed. Er zit heel veel zout in. Laten we eerlijk zijn. Het is echt niet het beste product. Het gezondste product ter wereld. Maar het is zo lekker. En ik ben niet zo'n warm eten. Ik hou niet zo van warm eten. En als dit er dan nodig is om te stimuleren. Om toch te koken. Nou, koken doe ik wel. Omdat het moet. Dan is dat maar zo. En ik heb ook een keer deze meegenomen. Deze is van Kaufland eigen merk. Die van, ze hadden deze niet eigen merk. Ik heb het niet gezien. Daar staat dan ook een beschrijving op hoe je het kunt gebruiken. Volgens mij zitten er ook perzikjes in of zo. Maar goed, weet je, ook dit kun je gewoon een eigen invulling geven aan hoe je zo'n pakketje bereidt, zou ik maar zeggen.
En dat vind ik dan ook wel leuk om, ja, leuk, niet altijd, soms om een beetje mee te experimenteren. Weet je, als je dan toch moet koken, want zo zie ik het, ik moet koken van mezelf, dan kun je het ook maar beter een beetje leuk maken, toch? Dan heb ik Ben's Original Sweet Chili Rijst. Het zal ook vast bomvol zouten zitten. Maar hey, dit zag er gewoon lekker uit. En ik denk dat je het ook gewoon bij een rijst, gewoon als rijst kunt gebruiken bij een rijstgerecht. En ik denk dat dat prima moet kunnen. En ik heb zoiets van, nou, we gaan het gewoon een keertje proberen. Kocht ik nog dingen voor door de smoothie of door de yoghurt. Hazel en walnootkernen. Dit is dus gewoon gemalen walnoot. Ik ben weer aan de groene smoothies begonnen. En ik heb echt de truc gevonden om geen buikpijn te krijgen van groene smoothies. Ik ben namelijk gestopt met groene smoothies. Omdat ik groene smoothies zijn gewoon makkelijk om veel vitamine in één keer binnen te krijgen. Hè? Gewoon diepvriesfruit en diepvriesspinazie dan. En ik kreeg er later buikpijn van. En heb gemerkt als ik er geen eiwitten aan toevoeg dat het prima gaat. Dus dan zitten hier ook vast eiwitten in. Ook behoorlijk wat. Maar ik bedoel geen melkproducten. Iets en melk, fruit en groente, daar krijg ik buikpijn van. Wat ook logisch is, want het verteert allebei op een andere manier. Maar ik heb zoiets van, nou, deze is lekker voor door de smoothie of voor door de yoghurt. En ik kocht er ook gedroogde mango bij. Zullen we in Nederland vast ook verkopen. Maar ik was er toch en ik vond het lekker. Het leek me lekker. Dan kocht ik nog iets voor op de boterham. Ik vind altijd dat smeerbare groente lekker. Het zal vast geen vitamine meer bevatten. Dat denk ik echt niet. Maar het is alsnog wel lekker voor op een cracker of op een toastje. Nou, eigenlijk liefst voor op een cracker. En dit is met rode linzen, paprika en mango. Ik heb ze nou van Zonnatura. En die vind ik ook heel erg lekker. Maar ik had zoiets van, nou, laten we deze variant eens proberen. Een pak koffie. Ik had geen koffie meer. En ik drink geen koffie, maar mijn vader drinkt koffie, mijn broer drinkt koffie. En als die bij mij op bezoek zijn, wil ik ze toch koffie kunnen aanbieden. Of werkmannen die er komen. Ik bedoel, er is nogal eens wat mis met mijn huis helaas. Dus ik heb nogal eens werknemers over de vloer of vakleden. Dus ik had zoiets van, nou, dan heb ik toch koffie nodig. En nou hebben we eigenlijk alleen maar dingen nog die lekker zijn. Die niet noodzakelijk waren, maar wel gewoon lekker. Ballisto. Ik vind Ballisto heerlijk. Het is niet gezond. Er zitten vrij veel chocolade in. Er zit veel vet en veel suikers. Maar ik heb s'avonds, voor ik naar bed ga, toch altijd best wel een beetje trek. En als ik dan zo'n ding pak, dan is het weg. Of iets in die zin. Dat geldt ook voor deze. Dus ook met dat doeleinde gekocht. Het heet Corny. Zonder toegevoegde suiker. Nou, geloof me, er zit alsnog een bommetje suiker in. Dat denk ik echt wel. 68 van de 100 gram zijn koolhydraten, waarvan 2 gram suiker. Nou ja, suiker zelf maar alsnog heel veel koolhydraten. En weet je, je weet dat als je dit pakt dat het niet gezond is, toch? Ik bedoel, dat weet je toch? Dan hebben we een linzen snack, chili en curasco. Curasco ken ik dan niet, maar dit leek me gewoon een, lekker om een keer te proberen. Of als toastje of om zo te eten. Ik weet niet hoe het lekkerste is, maar ik ga het in ieder geval een kans geven. Dan heb ik nog dit gekocht. Ik denk dit is makkelijk om als een soort van gebak te dienen als je bezoek hebt. Ik weet niet tot hoe lang het goed is. Oh, tot februari maar. Dus we mogen er wel een beetje mee opschieten. Maar goed, ik krijg volgende week bezoek en dan kunnen we het lekker meenemen of lekker eten. En het ziet er lekker uit. Volgens mij is het gewoon een soort van appelstrudel of zo. Zo'n appelgebak denk ik dat het is. Dan was alle lintchocola bij de Kaufland als laatste trouwens. Als ene laatste. In de aanbieding. Omdat het kerst geweest was en het was kerstchocola wat bij Lind was. Ja, I don't give a shit. Lekker is lekker. En ik kocht 4 teddy's. Ik heb er eentje opgegeten, 1 aan mijn moeder gegeven. En ik heb er nou nog 2 over van die kleine schattige teddy's van Lind chocola. Lind is heerlijk. Echt de lekkerste chocola ever. Ik weet niet of dit specifiek een kerstverpakking was. Misschien door het strikje, ik weet het niet. Maar het was iets van 50% korting, waardoor deze nog maar €1,50 kost of zo. Dus die heb ik meegenomen. Dan als laatste, want het was oudjaar en mijn ouders kwamen die avond bij mij oudjaar vieren. En nieuwjaar ook dan uiteraard. Heb ik nog een flesje wijn gekocht voor mijn vader. Mijn vader heeft er niet van gedronken. Oh. Maar goed, weet je, dit is vast. Als het dicht is, dan blijft het nog wel heel erg lang goed. En ik heb al mijn oude wijnen die nog in de koelkast stonden, allemaal de deur uit gemieterd. Zo van, jullie zijn niet meer goed, wegwezen. Mijn koelkast uit mijn huis uit. Ik drink zelf nauwelijks. Ik heb er niks op tegen overigens, maar
Dit was alles wat ik kocht bij in Duitsland. Het is bij elkaar toch best wel veel. Tot ook weer een aardig bedragje. Maar goed, bepaalde dingen had ik er ook wel uit nodig. Dus het is ook niet zo heel erg, weet je. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Druk je op de rode knop. Zet dan even het belletje aan. Dan krijg je mooi een bericht als ik een video online plaats. Vergeet me niet te volgen op Instagram. X Vrouwtje Loves Make-up X. En heel graag tot de volgende video. Doei!